Nou, Gier, Martijn. Welkom hier in het prachtige Utrecht. We varen nu op een, niet een deelboot, maar wel een soort van boot voor gemeenschappelijk gebruik. Je bent even nu even een maandje hier in de stad. Je bent economisch filosoof aan de Universiteit van Gent. Ja, dat klopt. En jij hebt nogal een passie, misschien wel obsessie, voor de deeleconomie en alles daaromheen. Ja, dat klopt. Vanuit welke invalshoek triggert jou dat? Nu, vanuit mijn invalshoek als economiefilosoof, zeg maar. Je zou kunnen zeggen dan, ja, mensen stellen allerlei gedragingen en economen die zoeken de wetmatigheden achter die gedragingen. Maar wat als die wetmatigheden zelf beginnen veranderen? En dat is denk ik wat vandaag aan het gebeuren is en wat denk ik mijn invalshoek zo vruchtbaar maakt. Want als die wetmatigheden zelf beginnen veranderen, dan komt er eigenlijk ruimte voor een economiefilosoof. Ja. Iemand die zelf die wetmatigheden opnieuw in vraag stelt en kijkt hoe ze aan het evolueren zijn. En wat verandert dan volgens jou zo dramatisch of drastisch? Nu, de verandering die we op dit moment zien is denk ik van dezelfde grote orde. Dat klinkt misschien een beetje overdreven, maar ik geloof het echt. Is dezelfde grote orde als de veranderingen die we zagen ten tijde van de industrialisering. Dus ik geloof oprecht dat de digitalisering zal doen wat de industrialisering heeft gedaan met onze wereld over de afgelopen 250 jaar. Dus ik geloof dat die digitalisering, en dan waar de deeleconomie een onderdeel van is, dat die dus niet gewoon een kwestie is van een aantal nieuwe businessmodellen, maar onze wereld zoals we die kennen zal veranderen als geheel. Ook onze maatschappij zoals we die organiseren, dat die zal veranderen als geheel. Net zoals de industrialisering heeft gedaan trouwens. Dus zo vreemd is het eigenlijk niet. We merken nu op heel veel vlakken dat de manier hoe we die wereld zijn gaan organiseren of onze maatschappij zijn gaan organiseren sinds die industriële revolutie, dat die aan herdenking toe is. En dat is natuurlijk het moment dat je als filosoof helemaal warm wordt, want het herdenken is natuurlijk waar wij dan een stuk in getraind zijn en waar je van merkt dat klassieke economen juist niet in getraind zijn. Want zij zijn getraind eerder in het toepassen van een bepaald soort model op een werkelijkheid. Maar als die modellen niet meer passen op die werkelijkheid, dan staan ze eigenlijk redelijk machteloos. Ja. We waren ook tegelijk, dus we gaan gelijk goed kijken of Rogier kan en kan nadenken, praten en kan navigeren. Vandaar ook een hele mooie baggerboot aangeleid. Dus af en toe dan even moeten uitwijken. Maar uiteindelijk, denk ik in ieder geval, ik denk stap 1 als je kijkt naar de traditionele economen, is in die transitie is ook het accepteren of in ieder geval dat die wetmatigheden veranderen. Dat lijkt me een hele lastige stap. Ja, en te meer omdat je dan als klassieke econoom een stuk moet toegeven dat de gereedschap dat je hebt niet toereikend is om te beschrijven wat er gebeurt. Dus dat je opeens maar evenveel expertise meer hebt als een wie anders die geen economie heeft gestudeerd. Of die economie op een andere manier heeft gestudeerd. Ja. Dus dat verklaart denk ik waarom economen niet alleen niet de tools hebben om er iets mee te gaan doen, maar waarom ze ook een stuk weerstand hebben om er heel snel iets mee te gaan aanvangen. Wat je niet ziet, behalve als je via de 360 video kijkt, is dat er een grote baggerboot van de richting ons afkomt. En die gaat, gaat het meemaken. Maar op zich natuurlijk, hè, terwijl jij mooi aan het manoeuvreren bent met de e-boot. Eigenlijk hebben economen de afgelopen tijd, en ik ben geen econoom en ik weet ook, maar ik heb wel gewoon een beetje een gezond verstand. De manier waarop zij natuurlijk te werk zijn gegaan en het meten van dingen natuurlijk heel erg vereenvoudigd. In de zin van, hoe een beetje succes? Oké, dat meet je in ieder geval door winst. En even los van het levensgeluk of het feit dat je misschien de hele wereld gewoon om zeep helpt. De manier waarop we nu wat de economie meten is natuurlijk eenvoudig gedaan. Ja, ja. Terwijl er eigenlijk gewoon veel meer factoren meespelen. Ook een beetje wat je ook ziet met de Airbnb's. Die hadden ook toen maar met een aantal factoren, of eigenlijk stakeholders, rekening. In ieder geval vraag, aanbod en platform. Terwijl een maatschappij natuurlijk veel ingewikkelder is dan alleen maar. Die kun je niet pas staan in 2-3 stakeholders. Ja, dus wat je meet is inderdaad is voor een groot stuk
ideologisch. Want het bepaalt uiteindelijk waaraan je alles dat voorbij komt gaat aan afmeten. Dus of iets goed of slecht is, hangt af van hoe je het meet. En dus wat je kiest als standaard voor die meting bepaalt eigenlijk in grote mate wat je goed en slecht vindt. Dus ook je normatieve keuzes. Ja. En nu, ik denk, tot voor kort was er ook niet zo heel veel mis mee met dan die efficiëntie als ultieme doelstelling te nemen. Want het werkte ook gewoon heel erg goed. Het was ook gewoon een heel grote vooruitgang op heel veel vlakken. Maar wat je nu ziet, de laatste 40, 50 jaar, is dat het model dat zeg maar de laatste 250 jaar altijd maar verder is opgeschaald. Steeds minder voordelen genereert, maar tegelijkertijd steeds meer nadelen produceert. En nu worden we ons daardoor ook bewust van die blinde vlekken in het systeem. Omdat ze juist zo duidelijk zijn, terwijl de voordelen van het systeem altijd maar meer in twijfel worden getrokken. Ja. Economen hebben daar zelfs een mooie term voor. Het zijn externaliteiten. Mm-hmm. Het zijn eigenlijk de dingen die ze niet meten. Maar die eigenlijk toch een rol spelen. Ja, ja, ja. En dan hebben ze het over dingen als klimaatverandering als een negatieve externaliteit. Als een soort zij-effect van oké, we hebben wel de efficiëntste technologie bijvoorbeeld om iets te doen. Of de efficiëntste manier om iets te organiseren, maar het is niet duurzaam. Ja. En dus ja, wat er nu naar boven komt, is dat de negatieve externaliteiten van het systeem, het industriële systeem van de laatste 250 jaar, dat die systematisch zijn onderschat. En dat die langzaam zijn blijven opbouwen, zoals je bij banken ook schulden hebt die buiten de boekhouding blijven. Ja, omdat je ze niet meet, of omdat je ze op een of andere manier elders stockeert dan in schulden. Ja. Zo hebben we eigenlijk ook onze schuld tegenover het milieu, tegenover onszelf, tegenover de maatschappij. Gestockeerd op plekken waar ze niet zichtbaar waren, waardoor we er ook geen rekening hoefden mee te houden. En waardoor we dachten dat we altijd maar sneller en harder gingen en meer groeiden. Ja. Terwijl, ja, je kan je afvragen, is er nog wel sprake van groei? Als eigenlijk blijkt dat je gewoon hetgene wat je niet kan meten aan het vervangen bent voor hetgene je kan meten. Mm-hmm. En dat is steeds meer waar het op lijkt. En ik denk dat het ook steeds meer is waarom het industriële project steeds meer in vraag komt, waardoor echt heel mainstream is geworden om niet langer te willen meegaan in dat project. Ja. En dus omgekeerd staat daar dan die deeleconomie tegenover, eigenlijk de belofte ook van die digitale economie, die denk ik een economie is waarvan dan typisch door economen gezegd wordt dat het niet efficiënt is. Bijvoorbeeld vanavond ga ik nog in debat met een ecomodernist. Sorry? Een ecomodernist. Ja. Dus dat zijn mensen die geloven in een soort technologische optimisten. Die geloven van kijk, vroeger waren er ook allerlei problemen. We zijn die ook altijd te boven gekomen. Dus ook deze keer komt het wel goed. Je moet gewoon enkel vertrouwen hebben in de technologie. Ja. En het grootste probleem is niet de klimaatverandering of zo, maar zijn die mensen die kernenergie en genetisch gemodificeerde organismen tegenhouden. Ja. Dat is dan hun redenering. Ja. Dus die zoeken altijd maar opnieuw een uitweg in altijd maar grotere efficiëntie. Meer van hetzelfde, zeg maar. Ja, maar wat ik ook heel erg zie is dat je bijvoorbeeld ook binnen het hele singularity, van mijn mening daarover, is ja, het zijn natuurlijk in ieder geval enorm tech-optimisten. Ja, alleen wat ze heel erg zeggen is van oké, techniek zorgt ervoor dat het goed komt. Ja. Waardoor je uiteindelijk minder snel verantwoordelijk neemt voor je daden nu. Precies. Want jongens, weet ik veel uitstoot, honger, watertekort. Jongens, nee, maar technologie gaat het regelen. Oftewel eigenlijk alle oplossingen op de lange termijn blind op technologie vertrouwen dat het goed komt. En nou ja, los van dat ze daarmee geen rekening houden met externe factoren als bijvoorbeeld menselijke gedrag niet verandert, oorlogen, dat soort dingen. Ja. Is het ook wel iets, jongens, ja, wil je je toekomst blind laten, in ieder geval afhangen op het vertrouwen dat technologie het wel gaat regelen? Ja, want dat merk ik ook het effect dat zo'n discours heeft op beleidsmakers bijvoorbeeld. Die hebben een heel sterk het gevoel dan van, dan moeten we kunnen achteruitleunen. En dan wachten we gewoon tot de ingenieurs het oplossen. Ja. En dus we wachten gewoon op die silver bullet. Dat is dan die cold fusion of zo, die silver bullet. En dan komt alles weer goed en dan zullen we achteraf zullen we terugkijken op de problemen van vandaag van was het dat maar, terwijl denk ik net die beleidsmakers, maar ook iedereen van ons, ook individuen vandaag een grote verantwoordelijkheid hebben om na te denken wat ze anders kunnen gaan doen, hoe we dat die manier van dingen organiseren zoals we die op die industriële lees geschoeid hebben, dat we die kunnen herdefiniëren binnen de
beperkingen van die nieuwe tijd. Maar ook binnen de mogelijkheden van de nieuwe tijd. Want het is niet alleen beperkingen waar we nu op stoten. We hebben, dankzij de digitale revolutie hebben we ook enorm veel nieuwe mogelijkheden om een aantal zaken helemaal te gaan herdenken. Ja. En daar staan we denk ik nog maar aan het begin van. Ja. Ja, ik merk ook bij mezelf uiteindelijk, want ik ben geen tech-optimist, maar ik geloof en zie wel in wat er gebeurt. Maar niet van, oké jongens, we trekken ons handen vanaf en het komt wel goed. Maar toch merk ik een beetje, kijk, als je het hebt over zelfrijdende mobiliteit. Ja, daar gaan we natuurlijk naartoe. En dat is een mooie mobiliteit, is ook wel een branche die ook wel de urgentie om te veranderen wel voelt. Want ja, want die weten gewoon jongens, of het nou 5 jaar is of 30 jaar. Afhankelijk van of je het aan een ondernemer vraagt of aan een wetenschapper. Maar dat ding komt er gewoon. Maar kijk bijvoorbeeld zoals nu. Ivo, hè, we varen nu door de Utrechtse grachten. Voor mij gaan trouwens een dodo een stuk in, besef ik me net. Maar prima, want we kunnen omkeren, dat is mooi. Daar is trouwens de nieuwe Vredenburg, wel een mooi stukje. In ieder geval gaat het mooi worden. Maar uiteindelijk hè, heeft als functioneel doel deze woning helemaal niks. Hè, ik heb hem gehuurd, dat kost geld. Ik heb een kantoor op zich, we hadden daar ook lekker warm, relaxed kunnen zitten. We hebben hier wel camera's bij, die had ik daar ook kunnen neerzetten. Maar uiteindelijk juist in ieder geval het romantische eromheen, waardoor het niet allemaal effectief hoeft te zijn. Twee keer geleden, ieder jaar ga ik met vrienden op een mannenweekend ergens in België, in Ardennen. Mm-hmm. We huren een huisje, daar is een trekker bij en met trekker gaan we rondrijden. En dat vinden we gewoon leuk, ja. Om gewoon hout te halen uit de bos. Maar uiteindelijk kun je het ook functioneel veel beter anders oplossen. Maar dat is natuurlijk veel minder leuk. En misschien omdat we nu op de boot zitten, hebben we misschien wel een beter gesprek dan wanneer we bij het kantoor achter de boot zouden zitten. Dus ja, zie, dat is ook, toch blijf je die... Dat is ook alweer een voorbeeld van een externaliteit. Maar in dit geval geen negatieve externaliteit, maar een positieve externaliteit. En als je kijkt naar veel deelinitiatieven of ook commons... We hebben 2 zelfs jongens. De bonus vandaag. Dit gaan we er uiteraard gewoon niet uitknippen. Dit is gewoon een mooi avontuur. Ja, voor mij is het bijna. En dan moest ik ergens afgestaan zijn of zo? Ja, daar het eind is die. Dit is eigenlijk een nieuw stuk. Dus moesten we. En gaan ze langzaam doortrekken hier. Ja, ik ken de weg verder, dat komt goed. Alleen ik let gewoon niet op. Dat is wel vaker. Dus op zich kunnen we als we iets doorrijden, kunnen we even het nieuwe. Nieuwe Vredenburg. En dan kunnen we afslaan. En dan keren we om. Oké. Ja. En dan had ik ergens moeten afslaan. Ja, klopt. Maar dat had ik niet moeten zeggen. Dus dat is geen probleem. Dus mag het verder. Dus wat je zo net zei is een voorbeeld van een positieve externaliteit. Van de manier hoe je ziet van... Je doet iets, het is niet noodzakelijk de meest efficiënte manier, zoals nu, we verplaatsen ons. Ja, dit had waarschijnlijk efficiënter gekund met de fiets, dacht ik. Maar het doel is niet enkel ons verplaatsen, het doel is ook vaak heel veel andere dingen. Mm-hmm. Dat is ook een stuk onze menselijkheid. We zijn geen eendimensionale mensen. De machines hebben een stuk van ons eendimensionale mensen gemaakt, maar inherent zijn onze noden als mens gaan verder dan het pure materiële, gaan verder dan het eendimensionale efficiëntiegerichte. Dus als je enkel een systeem hebt dat die eendimensionaliteit altijd maar gaat benadrukken, dan kom je automatisch in het systeem waar we nu zitten, ook met heel veel mentale problemen. Ja. Die positieve externaliteiten die zijn natuurlijk wel een stuk minder meetbaar. Efficiëntie kan je makkelijk meten, kan je in geld uitdrukken, kan je... gaan noteren op de beurs en kan je gaan verhandelen. Maar de meerwaarde die wij hebben door hier nu te varen in plaats van de bus te nemen of zo, ja, dan kan je niet zomaar een prijs op plakken en dan kan je ook niet zomaar gaan vergelijken met hoe het zou geweest zijn om hier met een luchtballon over te gaan varen. Dat is wel een klein geluk. Dus het probleem voor een stuk is dat economen, maar eigenlijk beleidsmakers of mensen in het algemeen, denk ik, die nog met hun hoofd in het oude systeem zitten, die hebben de neiging om de negatieve externaliteiten van het bestaande systeem te gaan negeren. Zeggen van, kijk, zie je wel, het is efficiënter, dus het is goed, komt allemaal goed. En omgekeerd de positieve externaliteiten van die nieuwe mogelijkheden te gaan, dat ze die ook niet zien. Ja. Dat ze die miskennen. Ja, maar daarentegen zie je wel dat uiteindelijk de belofte van de deeleconomie is ook, jongens, ze maken alles efficiënter. De auto staat 26% van de tijd stil, oftewel, die kun je aan anderen gaan verhuren. Ja. Als je ziet aan de eerste batch mensen die meedeed, die deden dat wel vanuit verschillende waarden.
Maar je ziet eigenlijk dat de grote groei gaat komen voor de mensen die eigenlijk gewoon vooral, vermoed ik, voor ja, sowieso een betere oplossing, maar ook gewoon voor een stukje ja, financiële opbrengsten gaat. Als je wilt kijken, bijvoorbeeld een Snapcar. Ja, het is ook heel sociaal ingestoken, maar ja. Die geeft me ook toe, ja, uiteindelijk onze volgende stap moet zijn smartlocks. Oftewel, we halen het persoonlijk contact eruit. Ja, en we gaan die transactie gewoon puur als een functioneel... Ja, is dat wat ze zullen doen? Ja. Omdat ik net daar, in het geval van die smartlocks, is er de case van een Amerikaans ritdeel. Wat betreft die smart locks is er de case van een Amerikaans ritdeelplatform. Mm-hmm. Dat die smart locks had uitgerold in een aantal staten waar ze aanwezig waren. En dan hadden ze gezien dat de wagens die gedeeld werden door mensen die fysiek contact hadden met een andere persoon, dat daar 15% minder vandalisme en ongevallen waren. Ja. Ja. Dus het toont voor een stuk dat die menselijke interactie... Mm-hmm. ook op een bepaald moment een waarde kan hebben. Ja, maar dan ben ik even de nuchtere Nederlander. En dan denk ik van oké, maar uiteindelijk als, stel de schadelast gaat 5% omhoog, maar het gebruik verviervoudigt, dan hou je onder de streep een positief resultaat over. Ja, als je het echt helemaal opschaalt, dan kom je inderdaad in zo'n systeem. Maar dan opnieuw kan je dan werken bijvoorbeeld in plaats van met eigen wagens, kan je werken met idle capacity van mensen die al een auto hebben. Zij is er, ja, iemand die zelf een auto heeft, die zal nooit opschalen tot een niveau dat hij zijn auto bijna niet meer kan gebruiken. Dat hij die 95% van de tijd dat die auto stilstaat, dat hij voortdurend bezig is met die auto gaan verhuren. Ja. We kunnen hier iets doorvaren en kunnen daar gewoon keren. Ja. Dus gaan die, dat ze nog later nog een keertje door... Ik hoop dat de diepgang hier voldoende is. Jawel. Hey, dat bootje heeft helemaal niks, joh. Oh ja, je hebt een vaarwijzer, dus jij denkt erover na. Nee, ja. Ik geloof het wel. Je zegt, jongens, het komt wel goed. En anders dan niet. Dan regelen we het. Ja, zeker met die zeilboten heb je met de zeiljacht heb je meer dan 2 meter diepgang. Ja. Met die kiel. Ja, maar nee, met zo'n motorjacht heb je eigenlijk geen... Maar toch kijk je, zoals we nu vervaren, in ieder geval in een boot, niet een peer-to-peer verhuur, maar gewoon een bedrijf, een beetje à la Green Wheels, die gewoon boten inkoopt en dat mensen daar gebruik van kunnen maken. Ja. Als je de presentaties hoort van mensen die doen aan autodelen in grote steden, zie je eigenlijk dat ze eigenlijk het amper over peer-to-peer hebben, maar vooral over de variant dat een bedrijf wagens koopt en die voor een beschikbaar stelt en daardoor efficiënter benut. Ja. Want uiteindelijk als bedrijf kun je het eigenlijk gewoon onder de streep 10 keer efficiënter doen dan wanneer het een peer-to-peer systeem is. Maar toch is in die deelgemie enorm de nadruk ligt op het peer-to-peer stuk. Wat ik zie. Ik zie daar een continuum in. Dus je gaat van heel intrinsiek gemotiveerde peer-to-peer initiatieven naar heel kapitalistisch geïnspireerde deeleconomie platforms. Ik denk, wat nu goed of slecht is, ja, dat die vraag wordt vaak gesteld dan. Nu gaan we praten en een achteruit het draait niet zo kort, denk ik. Het is ook een beetje traag in het reageren, dus het wordt even... Ja. Maar sowieso kunnen we altijd... Als je bots dan tippen tegen vanuit, dan komen we goed. Maar sowieso kunnen we ons altijd wel afduwen. Ja. Wow. Het is een elektrische boot en het mooie van is hij stil. Maar nadat is hij... Ja, je moet af en toe even wat eerder gas geven en remmen. Dus daardoor is het even wat onwennig. Dus, maar we komen er wel. Want daar is echt geen diepgang, dat is een soort strandje. Oh, dat is mooi, maar zand is zacht, dan kun je gewoon kun je op botsen. Het stuurt ook een beetje anders. Kijk. Ja. Het is trouwens al hierachter, maar dat zien jullie niet. Maar straks waarschijnlijk wel eens een nieuwe Vredenburg in het theater. Ik ben niet echt alles wat een beetje op de schop aan het gooien. Kijk. Die gewoon vol gras gaan, als Amsterdam gaan gewoon door de grachten van Utrecht. Dat is mooi, de camera die stabiliseert mooi, dus we kunnen mooi schudden, maar als het goed is blijft hij gewoon vier mooi verder gaan. Kijk. Maar als je kijkt, je hebt een keer een blog geschreven waar je het eigenlijk had over het grijze gebied in de economie. Mm-hmm. Ik pak even als voorbeeld Airbnb erbij. Dat is een Nederlands platform voor thuiskoks. Ja.
Ja. Wat eigenlijk de situatie is, op zich thuiskok zat al honderdduizend, altijd. Alleen er was niet een iets groots en schaalbaars. Waarom? Omdat ja, het is heel veel gedoe om mensen te vinden die bij jou thuis aan tafel willen eten. Daarnaast is het als thuiskok klant lastig om ja, te vinden waar dus de thuiskoks zich bevinden. Daardoor is het nooit echt ja, groot geworden. Ja, daardoor zei de inspectie van jongens, hè, te veel gedoe om te controleren, doen we niet. Grommende marge. Zelfs zei de Belastingdienst, maar nu heb je een platform waar de thuiskok zijn thuistafel aan kan bieden aan een groot publiek. En oftewel de drempel voor de aanbieder gaat omlaag. Aan de andere kant, nou ja, de mensen die gaan bij me thuis eten, die kunnen ook dat veel makkelijker vinden en boeken. Oftewel, voor zowel vraag als aanbod gaat de drempel omlaag, waardoor het in potentie een enorm schaalbaar iets kan worden, ja. En een directe concurrent van de traditionele horeca. En dat wat jij toen zei, van oké, maar dit is eigenlijk iets wat in een grijs gebied is. Een grijs gebied wat eigenlijk ook als mensen en als economie ook nodig hebben. Want we kunnen niet alles gewoon plat gaan slaan en dicht reguleren. Maar daar begint toch een stukje spanning te ontstaan. Ja, daar begint inderdaad de spanning te ontstaan. En wat ik daaruit een stuk afleid of pleidooi dat ik toen hield op basis van het argument van kijk, er zitten grijze zones, is van we kunnen het nog steeds gaan reguleren. Maar we moeten nadenken over andere manieren van reguleren. Misschien ja, een stuk passiever of een stuk meer op zelforganisatie. Dus het is geen pleidooi voor deregulering, het is eerder een pleidooi van let op wat we doen, want dit is wel het vet van onze maatschappij, hetgene waar de magic happens. Mm-hmm. Die kleine informele contacten tussen mensen, waar ze dingen doen voor elkaar, met elkaar. Bijvoorbeeld in België, ik weet niet of dat in Nederland ook het geval is, maar bijvoorbeeld in België is het verboden om een vriend te helpen bij het verhuizen. Dus dat mag enkel als er een bloedlijn is, in principe. Maar natuurlijk gebeurt het in de praktijk wel. Ja, maar, wel. Dus stel nu dat je dan iets meer gaat organiseren en zo. Opeens staat het op een platform en opeens wordt het gereguleerd. Opeens krijg je de fiscus over de vloer. Maar ja, waar is de grens, is de vraag dan. En het is een soort continuum waar we ons op begeven. En, Het lijkt me een slechte zaak als we zomaar, en dat is wat level playing field benadering van veel beleidsmakers op dit moment suggereert, is om zomaar dan op alles dat georganiseerd wordt via die platforms, om daar zomaar dan de wetgeving op toe te passen, die van toepassing is op de professionele variant mm-hmm. ervan. Waar ik eerder pleit ervoor van laten we nadenken van hoe die informele sector dan misschien, als die dan productief wordt, dat we die misschien op een andere manier gaan benaderen dan die professionele sector. Mm-hmm. Want eigenlijk wat je dan doet als je die benadert als een professionele sector, is dat je die ook gewoon professionaliseert. Dus dan maak je er eigenlijk ook gewoon zomaar een markt van. Ja. Terwijl de grote belofte van de deeleconomie, of van delen van de deeleconomie zou ik eigenlijk beter zeggen, niet alle deeleconomie, is net om tussen markt en staat een nieuwe vorm van productie toe te laten. Die volgens andere logica werkt. Waardoor die het ook mogelijk maakt om een aantal van de blinde vlekken die in ons systeem vandaag bestaan, om die toch te gaan opvullen. En dat zie je eigenlijk wat veel van die initiatieven eigenlijk doen. Want we zijn altijd maar bezig over Airbnb en Uber en zo. En, en wat zij van blinde vlekken opvullen is heel beperkt. Het gaat eigenlijk over een aantal inefficiënties en markten die zij opvullen. Maar We hebben een hele lange staart zeg maar, van allerlei initiatieven die over heel de wereld aan het ontstaan zijn, dankzij die digitalisering. Vaak veel kleinschaliger, vaak niet eens in geld uitdrukbaar, dus daarom ook niet zo sexy om over te schrijven in de pers. Maar dat zijn wel initiatieven waar die nieuwe logica in begint door te schijnen. En wat ik daar heel hoopvol aan vind, is, want ik ben in het algemeen niet zo hoopvol over andere mensen die de wereld proberen te redden via sensibiliseringscampagnes of zo. Maar wat ik daar heel hoopvol vind aan die nieuwe commons die opgericht worden, is dat ze net daar handelen waar ik dacht dat handelen niet meer mogelijk was. Omdat het binnen die blinde vlekken zat. Omdat die blinde vlekken van het systeem het niet toelieten. Geef een voorbeeld. Nu bijvoorbeeld, ik zit zelf bij een plukboerderij, een CSA-boerderij, Communities Supported Agriculture. Ja. Dus wat er gebeurde met de boeren na de jaren 60, was de uitvinding van de tractor geweest, wat ervoor zorgde dat er gigantische schaalvoordelen te behalen waren in de landbouw.
Dus dat zorgde er ook voor dat als je zelf niet opschaalde, dan ging je er van tussenuit. Mm-hmm. En dat is ook op grote schaal gebeurd in de jaren 60 en 70. In België zijn heel veel kleine boertjes eronder uitgegaan. En de boeren die overbleven, die deden dat op een immense schaal. En die gingen produceren voor de wereldmarkt. Want ja, de markten werden opengegooid. Mm-hmm. En dat was ook een verhaal van groei voor een stuk vanuit ons perspectief. Maar wat het wel voor zorgde was dat we vandaag in een situatie zitten waarbij die boer geen enkele controle meer heeft over hoe die produceert. Die is een soort slaaf geworden, een prijsnemer eigenlijk van de marktwerking. Als die markt zegt van ik wil meer van dit, ja, dan maakt hij meer van dit. Wil die boer het niet doen, ja, dan gaat hij er van tussenuit. Ja. Dat is heel hard. Dankzij die digitale tools die er vandaag zijn, is het voor boeren mogelijk om zich nu op een andere manier te gaan organiseren. En een zo'n manier is dan die community supported agriculture. Mm-hmm. Het concept bestond vroeger ook wel, maar denk, dankzij die digitale technologie wordt het gewoon veel makkelijker om het te gaan organiseren, omdat er best veel organisatie en sociale coördinatie bij te pas komt. En die digitale tools zijn net heel goed in het organiseren van mensen de middelen geven om zichzelf te organiseren. Ja. En dat is gewoon heel simpel, eigenlijk via een wekelijkse mail, via een Facebookgroep waar we recepten uitwisselen en zo. Maar op die manier kan je veel van de nadelen van zo'n CSA opvangen. Bijvoorbeeld, je hebt dan enkel seizoensgroenten. Mm. Maar als iedereen op zoek gaat naar lekkere recepten, is het helemaal niet zo erg. Dan kijk je gewoon op de Facebookgroep wat je aan kan met die ramenassen of met die koolrabi's die toevallig op dat moment oogstbaar zijn. Ja. Dus, en wat heel belangrijk is dat doordat die boer produceert op een andere manier, die werkt met een oogstaandeel voor een 300-tal leden. Die kopen op voorhand een aandeel in de oogst van dat jaar. Dus daardoor is het voor die boer mogelijk om zich los te maken van die wereldmarkt. En opeens komt hij in een heel persoonlijke relatie tot zijn klanten. Terwijl de klassieke boer zijn klanten nooit te zien krijgt. Die brengt zijn groenten gewoon naar de veilingen, die komen dan in een of andere supermarkt terecht. Die worden anoniem gekocht door mensen. Dus die boer kan opeens op een heel directe manier, op een heel persoonlijke manier gaan afspreken van kijk, hoe zullen we de landbouw bedrijven? Mm-hmm. Hoe zullen we die doen? Is het goed dat ik voor het enkel biologisch landbouw doe? Oké, maar zijn jullie dan bereid om daarbij te nemen dat er soms diertjes zullen zitten in jullie bloemkolen? Dat je er iets meer werk aan hebt om het schoon te maken? Oké, als jullie daartoe bereid zijn, dan wil ik dat wel doen. En dus doe je dat. Terwijl de klassieke landbouw op geen enkele manier meer een mogelijkheid biedt voor de boer om dat soort van andere handeling te voeren. Er is maar één mechanisme, één standaard, en dat is die efficiëntie die alles overheerst. En dus op die manier ben ik wel hoopvol dat je ziet dat die digitale tools, een klein beetje sociale coördinatie, een klein beetje communicatie, kan eigenlijk al voldoende zijn om een heel nieuw businessmodel te maken dat volgens een andere logica werkt, waarbij niet enkel efficiëntie van belang is, maar al die andere zaken ook. Die externaliteiten waar we het zo net over hadden. En dus de dingen die we niet meten. Die zijn er wel degelijk. Dus die allerlei positieve externaliteiten die er zijn, dat hebben wij ook zelfs maar ondervonden door lid te zijn van die boerderij. Dat je anders begint te kijken ook naar voeding. Dat je anders het gaat beleven, ook hoe je omgaat met je voedsel. En dat zorgt er dan voor dat je opnieuw opener staat voor andere vormen van deeleconomie of van commons die je kan oprichten. Dus daar zit denk ik een heel belangrijk aspect van maatschappelijke verandering ook in. Het is eigenlijk een vorm van activisme ook, tegelijkertijd. Het is niet enkel een vorm van productie. Het is tegelijkertijd ook een vorm van technologie die op ons manier van denken verandert over wat we doen. Ja, maar dan... dat vraagt ook natuurlijk een hele andere... Want in hoeverre is het eigenlijk ook maatschappelijk breder uit te rollen? Kijk, ik kan me voorstellen dat ze... in ieder geval, dit vraagt in het geval van de boer bepaalde skills. Die moet ook opeens een gaan communiceren met de community. Die moet openstaan. Yeah. Die moet mensen... Die moet ook verder denken dan alleen maar zijn of haar producten. Een van de kritieken op deelkomen is ook vaak dat vooral voor de blanco opgeleide 30-40er is. Mm-hmm. Dus in hoeverre zie jij dat het ook echt voor een bredere groep beschikbaar is dan alleen maar deze niche? Maar ik denk
er moet iemand beginnen en ja. Die hoge middenklasse zijn gewoon de mensen die tegelijkertijd het probleem genoeg voelen en ook een motivatie hebben om er nog iets aan te doen. Ik denk, als je gewoon superrijk bent, ja, dan denk je gewoon van ja, als het water hier stijgt, dan ga ik gewoon in Zwitserland wonen. En dan ga ik gewoon maar skiën in plaats van varen op de water. Ja. Dus iemand moet ermee beginnen, maar wat ik denk ook is dat de deeleconomie die we vandaag zien, dat het niet noodzakelijk is hoe het uiteindelijk ook zal zijn. Dit is gewoon hoe die groep die er nu al mee bezig is, het invult, die nieuwe mogelijkheden invult. Maar als er één ding is dat karakteristiek is voor die deeleconomie dat anders is dan bij die klassieke economie, is dat er een veel grotere diversiteit mogelijk is van organisatie. In die industriële wereld was het zo dat ofwel los je het zo efficiënt mogelijk op, ofwel ga je er tussenuit. En alles wat er tussenuit gaat, wordt dan door de overheid opgepikt en die doen dan daar iets mee. Maar dus buiten die markt en staat kon niets meer geproduceerd worden. Ja. Zijn we nu aan het terugvaren? Of? Ja, we varen terug en dan gaan we straks hier rechts en dan gaan we echt de grachten. Want net hebben we eigenlijk een niet al te mooi stukje Utrecht gehad. En straks gaan we echt het mooiste zien. Okay. Maar als dus, je kijkt, want enerzijds is natuurlijk de belofte die je nu ook schetst van oké, technologie democratiseert, geeft mensen weer de controle terug om zichzelf te organiseren. Ja, ja. Dat is wel hetgene wat die technologie faciliteert. Maar als je kijkt van oké, maar hoe, van wie is technologie? En wie dat is eigenlijk centraler en machtiger dan ooit. Ja, en dat is een onderscheid dat mensen vaak niet maken als er gediscussieerd wordt over deeleconomie. Is het onderscheid tussen het platform en wat er op dat platform gebeurt. Dus je kan heel veel kritiek hebben op Facebook, om goede redenen. Maar heel veel van wat op Facebook gebeurt is net heel goed. En in zekere zin is dat ook een soort externaliteit van Facebook die dan... Ja. Zijn aandeelhouderswaarde maximaliseert. Denk bijvoorbeeld aan de geefpleinen of denk bijvoorbeeld nu aan onze plukboerderij ook, die dankzij dat Facebook wel een heel makkelijke manier heeft om toch voortdurend in contact te blijven met haar leden. Ja. En de waarde, de meerwaarde die daar gecreëerd wordt, hoger te maken. Ja. Dus ik denk, je hebt het onderscheid tussen een platform, wat op dat platform gebeurt. En het is terecht om op die platforms dan kritiek te hebben. Wat is de rechter? Maar wat ook niet noodzakelijk geldt, is dat wat voor het platform geldt, ook voor de activiteit op dat platform geldt. Mm-hmm. Dus heel, ja, het is, ik heb er eigenlijk niet zoveel problemen mee als mensen de infrastructuur bouwen waarmee wij onze plukboerderijen zo kunnen organiseren. En als die daar rijk van worden. Ja, van mij mogen die. Ik gun hen dat ook. En, ik voel soms ook een stuk afgunst daarvoor. Dat mensen gewoon een stuk afgunst hebben, ze mogen daar niet rijk van worden. Het wordt natuurlijk, waar echt wel morele problemen mee of kanttekeningen bij te maken zijn, is wanneer dan vanuit die winstgevendheid of winstgedrevenheid Facebook echt gaat interveneren op wat op dat platform gebeurt zelf. Mm-hmm. En dan, dan zie je bijvoorbeeld met die ophef rond naaktfoto's of nieuws rond de verkiezingscampagne. Ja, dan dat is eigenlijk ook een stuk... Een no-go voor Facebook. En dat merk je ook bij de publieke opinie. Want dat gaan ze echt. Dat is een duidelijke scheiding. En dat is denk ik een soort equivalent van de scheiding tussen kerk en staat. Mm-hmm. Uit de industriële tijd. Dan, dat iedereen zei van kijk, ja, we moeten echt wel een onderscheid maken tussen die twee werelden. Wel, op dezelfde manier denk ik dat we een onderscheid moeten maken tussen enerzijds de bedrijfsvoering van die platforms. Mm-hmm. En ja, die moeten dan maar zorgen dat ze dat zo efficiënt mogelijk doen en dat ze daar maar rijk van worden, des te beter voor hen. Maar ze mogen niet interveneren in de zelforganiseerde dynamiek op die platforms, wat die op die platforms gebeuren. En dat is een heikel punt natuurlijk, daar staan we nog in de kinderschoenen. Want nu, het wordt voor ons ook als gebruikers een zaak van hoe kunnen wij nou controleren dat Facebook onze de posts die we te zien krijgen niet stuurt. Hoe kunnen we nu controleren welke algoritmes die er gebruikt worden en of die algoritmes wel fair zijn voor de presidentskandidaat in de Verenigde Staten. Ja. Dat is een stuk het vinden van checks en balances. Dat is die institutionele evolutie die er nu pas op gang aan het komen is. En waar we aan de begindagen van staan. Dus uiteindelijk zie ik dat allemaal wel goed komen. De democratie was er ook niet van de eerste dag. Het was er ook niet in 1789. Ja. En de vakbonden waren er ook niet met de eerste fabrieken. En op dezelfde manier zullen we sociale rechtvaardigheid, zullen we ook die accountability van die platforms op een nieuwe manier moeten definiëren. Ja. Maar loop je, want jij bent goed trouwen, loop je niet eigenlijk dezelfde
instelling als de tech-optimisten te ontwikkelen van oké, jongens, het komt wel goed? Even heel kort de bocht. Ja, maar die tech-optimist die zal zeggen, het komt wel goed, wacht maar op die ingenieur, trust us, we're gonna do the job, geef ons gewoon nog wat meer geld, R&D funding, en dan gaat het naar de Shells van deze wereld en die mogen dan de oplossing voor de volgende wereld maken. Ja. Waar ik eerder in geloof, is dat het een verantwoordelijkheid is van ons allemaal om uit te vinden van hoe we onszelf opnieuw kunnen organiseren met die digitale technologie op een duurzamere manier, op een eerlijkere manier. En dat is iets dat niet enkel van onze technologie zal afhangen. Juist omdat die technologie is een soort mogelijkheidsvoorwaarde, maar is geen voldoende voorwaarde voor die transitie. Ja. Dat is misschien het grote verschil dan met die tech-optimisten. Die denken dat technologie gewoon het begin en het einde is van die transitie. Terwijl, als je kijkt naar de geschiedenis van bijvoorbeeld zo'n industriële revolutie, maar eigenlijk alle grote technologische revoluties die er geweest zijn, dan zie je dat het niet zozeer gaat om de technologie die je hebt, maar om wat we ermee doen. Mm-hmm. En heel veel technologische doorbraken, die zijn er eigenlijk, of technologische revoluties, die zijn eigenlijk gekomen op basis van technologie die soms al jaren, soms zelfs decennia bestond. Mm-hmm. Maar die, doordat we ons op een andere manier eromheen organiseerden, tot een andere maatschappij hebben geleid. Ja. Denk bijvoorbeeld aan het schrift. De dag dat het schrift werd uitgevonden, kon er nog niemand lezen. Dus wat heb je eraan? Helemaal niks. Helemaal niks. No. Maar even aan dat je het hebt, kan je mensen erin opleiden, kan je er iets rond gaan organiseren. Krijg je ook de instituties zoals scholen en zo die opgericht, die daarvoor eigenlijk gewoon niet denkbaar waren bijna. Ja. En de equivalent daarvan nu met de digitale revolutie is bijvoorbeeld, je had de dotcom-bubble, de grote euforie van, toen dachten mensen ook, net als ik nu vandaag misschien, van technologie zal ons redden. Die digitale technologie zal echt een nieuwe wereld mogelijk maken. Maar toen is het niet gebeurd. En de reden waarom, een van de grote redenen waarom het niet gebeurd is, bijvoorbeeld, is omdat er nog geen smartphones waren. Mm-hmm. En omdat de adoptie van digitale technologie op dat moment ook nog veel te klein was. Waardoor allerlei kritische massa niet kon bereikt worden. Ja. Maar vandaag is het anders. En dat is een heel belangrijke, denk ik. Mensen hebben een goed... Zelfs in ontwikkelingslanden kan je voor $25 al een smartphone krijgen. Er wordt gewerkt aan wifi voor iedereen. Dit zal van onze wereld echt een digitale wereld maken. Ja. Dus we komen wel op zo'n punt, denk ik. En net als met zoiets als het schrift, zal het ook bij de digitalisering misschien 40, 50 jaar hebben geduurd uiteindelijk. Want het internet bestaat eigenlijk al 40 jaar ondertussen. Ja. Zal het echt decennia geduurd hebben vooraleer we het echte potentieel ervan kunnen ontginnen. En zelfs nu staan we daar nog maar aan het begin van, denk ik. Ja, maar ik denk dat ook wel een van de fouten is in de discussie die nu vooral publiek wordt gevoerd, is dat eigenlijk dat hetgeen wat nu gebeurt als eindstation wordt gezien en niet als onderdeel van een transitie. Ja. Dat is, als je kijkt naar technologie, dan zie je dat eigenlijk altijd een proces is van waarbij alles elkaar voortdurend beïnvloedt. De technologie beïnvloedt de mensen beïnvloeden besluitmakers, die besluitmakers maken weer nieuwe regels. Die nieuwe regels laten weer toe dat nieuwe technologie ontstaat en mensen gaan weer andersom met die technologie dan. En die oude regels worden dan op de duur overbodig of je passen niet meer bij die nieuwe technologie. Dus het is constant een proces. Terwijl inderdaad met die deeleconomie mensen hebben het gevoel van dit is er nu, dit is hoe het altijd zal zijn en daar rekenen we het op af. Ja, ik denk eerder in termen van hoe kunnen we dat proces versnellen of makkelijker maken, zodat er sneller een evenwicht wordt gevonden tussen wat mensen willen, wat beleidsmakers willen en wat die platforms willen. Ja, maar net als je ook bijvoorbeeld met Facebook over checks en balances, oftewel eigenlijk dat we eigenlijk hiervan meer gaan begrijpen van wat gebeurt er achter de schermen. Maar wie zou jij ook in deze transitie eigenlijk daar de belangrijkste stakeholder voor vinden? Zou je het vanuit de overheid willen zien? Zou je het überhaupt over toevertrouwen? Even andere vragen natuurlijk eromheen. Of hoe denk je dat zoiets moet worden vormgegeven? Ik denk, je hebt jonge mensen die gewoon vandaag in hun kelder een nieuw platform uitvinden. Je hebt mensen ook die zich organiseren op andere platformen. Ook het platform dat je adopteert is een stuk een politieke keuze. Het is misschien het digitale equivalent van gaan stemmen. In plaats van te stemmen in het stemhokje, stem je eigenlijk met je voeten. Kies je ervoor om op een bepaald platform wel te zitten, op een bepaald platform niet te zitten. Ja.
beleidsmakers hebben ook een heel belangrijke rol in van hoe we met die platforms omgaan, maar ook zullen ze moeten beseffen dat die platforms niet zomaar een nieuw soort sector is. Mm. Dat je zo'n platform ook niet zomaar kan behandelen als een bedrijf. Want dan zullen ze denk ik heel snel merken dat heel veel van de regulering dat ze nu hebben voor bedrijven, dat die gewoon simpelweg niet afdwingbaar is voor die platforms. Ja. Want die platforms zijn apps die je downloadt in een app store, die staan op servers die in de Verenigde Staten staan. Die kan je niet zomaar het is bijvoorbeeld heel moeilijk om data te krijgen van die platforms. Een rondvaartboot. Je gaat er langs. En ons geeft een duwtje, dat komt wel goed. Ja. Maar daarin heb je ook een discussie vanuit het platform. Die zeggen van oké, jongens, wij zijn een techbedrijf. Wij zijn geen huizen. Oké, een beetje gas geven, komt wel goed. Ja, die zeggen oké, wij zijn bijvoorbeeld Uber zegt, jongens, wij zijn geen taxibedrijf. Wij zijn een technologiebedrijf. Wat gaat hij nou doen? Even kijken. Nou, die is het vel aan het ophalen. Ik denk dat je er gewoon rechts langs kunt. Ja. En de Airbnb zegt, jongens, wij zijn geen hotelbedrijf, maar wij zijn een techbedrijf. Ik heb zelfs een keer gehad, was ik bij een bedrijf in San Francisco aan het praten. En toen in het gesprek noemden ze zichzelf eigenlijk op verschillende momenten een ander soort bedrijf. Ja. Dus de ene keer zeiden van oké, we zijn een technologiebedrijf. En een kwartier later zeiden van oké, wij zijn een autoverbedrijf. dus je toch ook dat die platform heel erg slim en strategisch dat ze op die manier proberen te sturen. Om ook onder bepaalde regulering uit te komen. Precies, maar ze vallen ook tussen twee stoelen. Dus is het ook ergens logisch dat ze dan dat petje opzetten dat op dat moment het hen het best uitkomt. Ja, oké, maar om te zeggen, jongens, oké. We zijn een app, oftewel, wij faciliteren iets, maar je kunt ons niet verder verantwoordelijk houden voor de transacties die we faciliteren, vind ik wel te worden de bocht. Ja, maar dan zeggen ze een stuk van, kijk, dit zijn jullie hokjes, wij positioneren onszelf gewoon binnen jullie hokje. En als dat je niet zint, dan moet je maar nieuwe hokjes maken. Dus zij leggen dan de verantwoordelijkheid ook bij de beleidsmakers. En die zeggen van, kijk, dat is eigenlijk zo'n beetje de move fast, break things strategie die zeker zo'n Uber eigenlijk het agressiefste van al aanhangt. Is van kijk, als we moeten wachten op de beleidsmakers om nieuwe hokjes te maken, dan kunnen we nog 30 jaar wachten. Ja. Wat wij gaan doen is gewoon hen voor een voldongen feit zetten om hen te dwingen om die hokjes te herzien. Want het is ergens ook logisch dat zo'n platform niet wil opereren binnen de kadertjes die er zijn voor bedrijven, omdat ze gewoon iets anders doen dan een bedrijf. Zo'n Airbnb die kan ook niet op dezelfde manier controle houden over de kamers die ze verhuren als een hotel dat een receptioniste heeft, die personeel heeft die kamer gaat kuisen elke dag. Die poetsvrouwen, die hebben een heel nauwe controle op wat er in die kamers gebeurt. Airbnb als platform die faciliteert enkel mensen die dan bij elkaar komen. En oké, die heeft dan ook wel een bepaalde verantwoordelijkheid, maar die is anders. Die is gewoon fundamenteel anders. En die moet dan maar afgeleid worden. Ja. En in dat debat, dat is een soort machtsstrijd nu. Van Airbnb wil natuurlijk zoveel mogelijk afschuiven op de maatschappij. De maatschappij wil zoveel mogelijk afschuiven op Airbnb. En mijn ervaring is dat ze zijn allebei aan het wachten op elkaar. Ze vinden alle twee van elkaar, van de ander, dat die maar het initiatief moet nemen dan. Nou, ik denk dat het niet zozeer dat zo. Ik denk dat een Airbnb expres gewoon dingen vertraagt. Die is er niet aan te wachten. En de overheid, voor mij was jij die dat ergens schreef volgens mij. Dat ze de overheid aan het wachten was op Airbnb tot ze met een voorstel kwamen voor van oké, hoe dan wel. Ja. Denk ik, dat even. Maar dat lijkt me niet zo heel erg. Maar zij zeggen van wij kennen de realiteit van die platforms, die wij weten niet wat, wat voor hen afdwingbaar is. In ieder geval, dan moet je daar expertise voor in huis halen. Maar die expertise die hebben alleen maar die platforms. Dus dan hebben ze zoiets van dan moet je maar moeten die platforms maar zelf een voorstel doen hoe ze dan wel willen gereguleerd worden. Ja. En die platforms hebben zoiets van, wij houden ons er niet mee bezig. Als wij ons ermee moeten bezighouden met elk van onze verhuurders te gaan screenen en te gaan kijken van betaalt hij zijn belastingen wel correct.
En wij gaan het werk van de fiscus niet doen. Dat was wat, nee, wat ik onder gehoord had. Van, kijk, want er wordt vaak gesproken over het belasten van Airbnb-verhuurders dan op het niveau van het platform. Mm-hmm. Wat zou eigenlijk willen zeggen dat dan dit platform dan die belasting al moet gaan afhouden. Maar in een land als België, ik weet niet hoe dat zit in Nederland, maar in ons land is de... in ons land is de fiscaliteit daar rond ook zo complex, ook mede doordat het moeilijk in een hokje te plaatsen is, mm-hmm. het fenomeen, dat het heel erg onduidelijk is hoeveel belasting en welk soort belasting iemand nu moet betalen op welk moment. Ja, ja, de belastingdienst is natuurlijk gewoon koning in het ingewikkeld maken van we hebben trouwens een mooie rondvaartboot voor ons die niet heel erg snel gaat, maar ik kan ook niet langs. We hebben geen turboknop hier op mij op, misschien deze het doet. En ja, wat ik altijd zeg is uiteindelijk, hè, als je ziet hoeveel mensen werken bij de belastingdienst, als je ziet hoeveel mensen werken bij accountants en dat soort bedrijven, dat is eigenlijk gewoon de grootste bedrijfstak van ons land. Dus we hebben eigenlijk iets gecreëerd wat zo ingewikkeld is. Dat is eigenlijk dat de grootste bedrijfstak van ons land is opgeroepen om het begrijpelijk te maken. Dat is natuurlijk gewoon te gek voor woorden eigenlijk. Ja, want overheden bellen zelf naar consultancy, naar fiscalisten om te vragen hoe bepaalde fiscale regels worden geïnterpreteerd. Ja. Ja, in België werken evenveel mensen bij de fiscus als in het leger, 30.000. Zoals leger, we hebben echt een legerfiscalist. Ja, ja. Maar het is zelfs niet eens, het grootste probleem is zelfs niet eens de complexiteit van ons fiscaal stelsel, maar het feit dat al die regels en ook de hefbomen die er zijn om die regels te gaan afdwingen, dat die stammen uit een tijd van voordat er die platforms waren, maar ook van voordat dat die technologische mogelijkheden er waren. Dus, heel vaak heb je heel complexe regels om problemen op te lossen die dan met digitale technologie gewoon veel simpeler zouden kunnen worden opgelost. Want zo'n platform is op zich eigenlijk een soort grote witte kassa. Is iets dat heel transparant zou kunnen zijn. Ja. Ja. In tegenstelling tot bijvoorbeeld een klassieke taxi, waar niemand weet hoeveel mensen jij op een avond hebt vervoerd. En als die mensen cash betalen, wie zal het zeggen? Ja, ja. Nee, daarom. Ik denk dat als je wat kijkt naar een Estland, die natuurlijk qua IT gewoon echt gewoon zijn land runt als een platform, die zou eigenlijk gewoon in ieder geval dit soort dingen gewoon enorm efficiënt kunnen omarmen in bestaande overheids IT. Maar als je kijkt naar alle andere landen ter wereld, heb je daar iets minder vertrouwen in. Het is echt een bejaarding. Soms denk ik dat hij me wil voorlaten. Ja. Hij doet ook teken. Dat lijkt wel een beetje. Maar ja, om zo vlak voor de brug in te gaan halen is ook zo wat. Ja. Hij daagt je uit. Ja. En als je kijkt, want je hebt ook je eigen Facebookgroep. Ik zal een linkje even onder de video plaatsen. Waar jij en heel veel anderen ook allemaal artikelen en ontwikkelingen rondom die deeleconomie, digitale economie bespreken. En ik zie daar wel qua intensiteit van de discussies een stuk meer betrokkenheid en een stuk meer mening en vuur en passie, hè, zowel positief als de andere kant op, dan wanneer ik heet in Nederland. In Nederland vind ik hem wel prima. Waar komt dat toch wel, denk je, zo vandaan? Maar ik denk dat Nederlanders het een stuk makkelijker hebben met verandering en vooruitgang. Ik denk, België is wat dat betreft denk ik een heel oud land. Is een stuk, misschien ook historisch te verklaren. Voor mij komt het er niet zozeer op aan om te gaan zeggen van de deeleconomie is fantastisch. Het gaat er eerder over van, ik geloof gewoon dat de blinde vlekken van ons systeem vandaag zodanig dwingend zijn, ons zodanig dwingend tot actie dat we iets moeten doen. En dan het enige dat ik op dit moment zie als een echt alternatief is dan die nieuwe economie, die digitalisering. Dus ik heb het niet zozeer dan voor de deeleconomie, omdat die deeleconomie nu al zo goed is, want dat is ze ook nog niet, ze staat nog maar in de kinderschoenen, maar omdat dat oude systeem helemaal uitgeput is en nergens meer naartoe gaat. Ja. Wat je hebt met veranderingen, Machiavelli zei het al, de meeste mensen zijn eigenlijk moeilijk te vangen voor verandering, want het betekent dat je iets verliest wat je,
al hebt, wat, je, wat heel duidelijk daar is. Ja, wat je begrijpt. Terwijl je iets zult winnen wat er nog niet is en wat, wat op dat moment eigenlijk wat je nog nauwelijks gaat inbeelden. Mm-hmm. Dus, dus het komt er voor mij ook op aan een stuk om die, die nieuwe wereld dan via allerlei scenario's en zo, om die een stuk te gaan vormgeven van hoe zou het kunnen zijn, wat zou er kunnen veranderen. Ja. Maar in België heb je, ja, de discussie daar heb ik soms het gevoel van ja, dan iedereen kankert voortdurend over problemen. Problemen met de wereld, hè, de ongelijkheid en de klimaatopwarming en zo. En dan kom je met een alternatief. Want de meeste alternatieven zijn eigenlijk geen alternatieven, ze zijn gewoon sensibilisering en zo. Dat is gewoon een stuk aan het draaien houden van ambtenaren, wat mij betreft. Dus, maar dat is ook gewoon bewezen dat het weinig uitmaakt. Ja. Het is gewoon reclamecampagnes en zo om duurzamer om te gaan met afval en zo. Ja. Dus dat is misschien een stukje van het oplossing, maar dat is geen structurele oplossing. En daarom ben ik er ook niet zo, word ik er niet zo warm van. Maar die nieuwe economie is wel een structurele oplossing. Is een structurele andere manier om om te gaan met die mogelijkheid. Maar, maar dan hebben mensen dan weer kritiek op de problemen van die nieuwe oplossing. Dus het is voortdurend die focus enkel op het probleem. Problemen van het huidige systeem, dan heb je een nieuw systeem. Dan komt iedereen met kritiek op het nieuwe systeem. Maar laat ons dus focussen op oplossingen in plaats van op problemen. Want zo komen we er echt niet door. Ja, dan heb je ook eens een filmpje gezien dat er werd gepleit om de platformen gewoon te verbieden. Omdat ze inderdaad bestaande structuren in gevaar waren. Dat was bij een dame van een schoonmaakbedrijf of schoonmaakvakbond. Ja. Dus ja, bijzonder. Ja, er zijn vaak. Er is zo'n Twitter-feed, Pessimist Archive. Ik volg die. En dus die brengt zo heel grappige nieuwsartikelen uit de tijd van dat technologie die we nu eigenlijk als vanzelfsprekend zien, bijvoorbeeld auto's of zo, of zelfs schrift en zo. Hoe mensen toen dachten dat het zou moeten verboden worden, omdat het ervoor zou zorgen dat onze kinderen perverse zouden worden of dat er allerlei neveneffecten zouden zijn die eigenlijk helemaal niet zo zijn nu die technologie er is. Ja. Dus het is ergens ook des mensen om heel wantrouwig te zijn tegenover fundamentele verandering. Maar dat ook betekent dat je iets opgeeft dat je kent. Ja. Dat ook werkt voor een stuk, toch? Ja. Maar ik geloof dat veel van onze moderne technologie, die werkt wel. Of ons moderne systeem ook, het werkt wel vandaag, maar het is gewoon niet duurzaam. Ja, maar misschien ook wel, komt omdat natuurlijk heel veel dingen in onze maatschappij zijn gefocust op korte termijn. Ja. Als je kijkt qua overheid, hoe overleef ik de volgende 4 jaar? Als je kijkt qua bedrijven, natuurlijk heel vaak beurs genoteerd, korte termijn investeren, belang gestuurd. Dat is een van de belangrijkste blinde vlekken waar ik het daarnet in het begin over had, is van je hebt een systeem dat gewoon niet gebouwd is om op lange termijn te denken. Mm-hmm. Dat er ook nooit van uitging dat we ooit de volledige oceaan zouden volstorten met afval. Mm-hmm. Maar kijk eens aan, hier zijn we in de 21ste, in de 18e eeuw was het een onmetelijke oceaan die op dat moment nog helemaal niet. Oh, daarom zijn de bootjes dus zo. Dan ben je even aan de kant geblazen. Ja, oh. Waar was ik nu? Ja, dat is een mooie zonvloed. Ja, weet je, dat is zonvloed. Ja, dat over dat we in ieder geval het volsoort van de oceaan. Ja, dus ons systeem is er niet op voorzien en dat was ook niet nodig, omdat we dachten ook dat we in een oneindige wereld leefden. Want er was ook oneindig veel lucht en oneindig veel oceaan om te ontdekken. En het is pas de laatste 40, 50 jaar dat opeens die limieten in zicht zijn gekomen. Daarvoor konden we ons zelfs niet inbeelden dat we ooit de productiecapaciteit zouden hebben om alle olie uit de grond te halen, bijvoorbeeld. Maar hey, there we are. En opeens komt die blinde vlek naar boven. Ja. Het is eigenlijk een blinde vlek die op dat moment ook gewoon nooit relevant was, maar die op dit moment opeens er is. Hoe zou je die blinde vlek in één zin willen omschrijven? De eindigheid van de wereld. Mm-hmm. De industriële groei zoals we die kennen is een oneindig groeimechanisme dat toegepast wordt op een eindige wereld. En dat moet vroeg of laat fout gaan. En dat is nu aan het fout gaan, denk ik. En wat zijn er meer? Want je had dan al eerder over blinde vlekken.
Dit is er eentje. Wat zijn er voor jou meer belangrijkste blinde vlekken? Bijvoorbeeld de manier ook hoe we vooruitgang meten. Dus als je vooruitgang enkel ziet als een soort efficiëntie, of dan in termen van ja, politiek dan in termen van het halen van stemmen, of economisch dan in termen van het maken van winst. Mm-hmm. Ja, dat is eigenlijk Adam Smith voor een stuk. Hè, van laat, ja, als je winst maakt, dan komt het allemaal wel goed. Dan alle externaliteiten zullen, op de lange termijn zullen alle externaliteiten wel positief zijn. Komt allemaal wel goed. En dat was ook lange tijd, leek het ook zo. En mensen werden ook altijd maar ouder en gezonder en welvaarder. En ja, er zijn heel veel goede dingen gebeurd inderdaad. Maar nu zien we dat het niet genoeg is. Dat het niet in zo'n eindige wereld wordt zo'n mechanisme opeens juist de motor van achteruitgang in plaats van de motor van vooruitgang. Dus moeten we bijsturen. Ja, bijsturen en schakelen. Schakelen naar een nieuw systeem. Ja. Nou, een mooi stukje Utrecht zo, toch? Ja. De oude gracht toch, hè? Ja. De oude gracht. De nieuwe gracht kun je niet boot komen volgens mij. Of je mag niet, kan wel. Maar een groot probleem is natuurlijk de motivatie. Als er een tijger voor jou staat, nou, dan ga je lopen. Mm-hmm. Maar het probleem is met het soort van problematiek die we vandaag kennen, is zo globaal, zo bovenmenselijk, dat we daar moeilijk vat op krijgen, dat onze normale angstreflexen ook niet zomaar getriggerd worden. Ja. Het is niet zoals een leeuw die voor je staat. Het gaat over fenomenen die op een soort macroschaal statistisch aan het gebeuren zijn. Waardoor de kans dat we pas echt bang worden, de kans dat we het op tijd te horen krijgen, of dat we op tijd die angstreflex hebben, is klein. Wellicht tegen de tijd dat we er zijn, zijn we voorbij de point of no return. Ja. En dus het is ook geen optie om te wachten tot. En dat is ook een lijn van die tech-optimisten, van ja, we wachten gewoon tot het probleem zich stelt en dan lost het wel op. En dan hebben we gewoon voldoende geloof in die technologie om dat op te lossen. Ja. Maar wie zegt dat je het probleem op tijd ziet? Misschien dat je ook pas, dat die druk er pas is als het te laat is. Ja. Vandaar dat ik ook een stuk geloof in die nieuwe economie, omdat het niet enkel ons goederen brengt, maar ook mensen aanzet om op een nieuwe manier over dingen na te denken. Ja. En dat is een stuk marxistisch dan, van die onderbouw. Je hebt die economische onderbouw, maar die bepaalt eigenlijk hoe die bovenbouw, onze ideologie, onze denken eigenlijk, ons handelen, hoe die eruit ziet en hoe we dat conceptualiseren. Ja. En dat is iets waar ik in de toekomst ook nog meer onderzoek wil naar doen, waar ik ook andere mensen zou oproepen om ook onderzoek naar te doen, is om te gaan kijken, niet enkel bijvoorbeeld van ja, hoe productief is nu zo'n community supported agriculture bijvoorbeeld, maar ook gaan kijken van wat gebeurt er met de mensen die eraan deelnemen? Mm-hmm. Hoe veranderen hun preferenties doorheen de tijd? Ja. Gaan ze op een andere manier leven? En dat geloof ik eigenlijk wel. Ja. Dat zie ik ook bij Timelab, dat is een experimenteel stadslabo in Gent, waar je onder andere ook kan 3D printen en een lasercutter hebt en zo. Dus mensen komen eraan met een mindset van ja, ik heb een projectje, ik zou dat willen doen. Hoe kan ik dat goedkoopst mogelijk doen? Welke formules hebben jullie? Zoals je naar de winkel zou gaan. Ja. Maar eens ze daar zijn, na een half jaar of een jaar, dan zie je dat ze er op een heel andere manier in staan. Omdat ze geleerd hebben van hier zijn allerlei mensen, die kunnen allerlei dingen. Je kan die kennis beginnen uitwisselen. Dus in het begin komen ze eraan als een soort individu dat zijn eigen project heeft. Maar ze worden eigenlijk gesocialiseerd tot een soort homo cooperans door in die setting te zitten. Ja. Dus er is een feedback loop niet alleen van die technologie die het mogelijk maakt om enkele problemen op te lossen, maar ook van die technologie terug naar die problemen en welke problemen we hebben. Ja. En een voorbeeld daarvan, toegepast op die community support agriculture, is dan, ja, er wordt vaak van gezegd van ja, je kan niet heel de wereld voeden met zo'n model. Daarvoor is het niet efficiënt genoeg. Mm-hmm. Maar dat is ook gedacht vanuit het idee dat iedereen het voedselpakket aanhoudt, dat hij nu, de voedselmix aanhoudt, dat hij nu aanhoudt. Maar wat wij bijvoorbeeld zien is dat doordat wij bij zo'n plukboerderij lid zijn, krijgen wij. We betalen eigenlijk op voorhand en eens we betaald hebben, dan krijgen we ongelimiteerd toegang tot de oogst van dat jaar. Mm-hmm.
Dus ja, er zitten wel een aantal beperkingen op. Bijvoorbeeld, je mag enkel dingen oogsten die dan oogstbaar zijn. Maar in principe kan je eigenlijk gewoon, heb je een ongelimiteerde flow van groenten. Ja. En hoe meer je ervan eet, ja, hoe meer je abonnement opbrengt, zeg maar. Mm-hmm. Dus dat verandert onze voedselsamenstelling. Dat verandert ook hoe wij eten. We eten gewoon vaker vegetarisch. Want die groenten, en die zijn heel lekker trouwens, veel lekkerder dan in de winkel. Ja, dat is gewoon een ongelimiteerde flow. Terwijl voor vlees, ja, dan moet je speciaal naar de supermarkt. Ja. Dus zonder dat we zelfs gekozen hebben om volledig vegetarisch te gaan zijn, stellen we wel vast dat we ondertussen bijna drie vierde vegetarisch zijn. Ja. Omdat we die overvloed van groenten hebben. Ja. En dan kom je op die vraag van efficiëntie. Ja, als iedereen elke dag vlees blijft eten, dan kunnen we het inderdaad nooit via zo'n plukboerderij doen. Mm-hmm. Maar heel veel landbouwareaal wordt gebruikt om voeding te produceren voor die dieren. Je hebt vier keer zoveel plek nodig om... ik dacht dat het zoiets was. Je hebt vier keer zoveel plek nodig om... Om dezelfde hoeveelheid voedsel te produceren als het via een dier moet gaan. Mm-hmm. Want er is heel veel verlies. Eerst moet de mais moet gekweekt worden, dan moet die mais naar die dieren. Die dieren moeten ook een graasweide hebben en zo. Ja. Je hebt vier keer zoveel plek nodig als je het via vlees inneemt dan als je het via groente inneemt. Dus dat wil zeggen dat stel nu dat iedereen gewoon morgen vegetarisch zou worden, dan heb je gewoon vier keer minder. Dan hoeft je landbouw eigenlijk maar vier keer zo. Kan je landbouw gerust vier keer minder efficiënt zijn. Ja. Dus. Dus ook je maatstaf verandert dan daardoor, doordat je het anders gaat gaan invullen. Dus we zijn eigenlijk onze noden zelf aan het herdefiniëren. Dus we hoeven niet enkel te zoeken naar oplossingen, technologische fixes, altijd maar efficiëntere landbouwmethoden en zo. We kunnen ook gewoon onze eigen noden gaan herdefiniëren binnen een binnen die nieuwe logica, in plaats van die industriële logica, zo'n digitale logica. Ja. Ja, ja, en daar zie je ook dat de technologie faciliteert dat mensen dat kunnen gaan doen, laagdrempelig. Ik denk ook wat je aangeeft, ook vanuit je eigen ervaring, want die ervaring heb ik ook, een keer meedoen, dan zie je in ieder geval hoe die waarde ook is. Bijvoorbeeld in mijn geval bijvoorbeeld BlaBlaCar. Ik had een interview met een van de founders in Parijs en de treinkaartjes waren hartstikke duur, want het was redelijk last minute. En maar ik kon ook zelf ook geen BlaBlaCar rit vinden, dus ik dacht, ik ga zelf rijden en ik bied gewoon mijn rit aan een BlaBlaCar. Toen ik dat deed was eigenlijk mijn grootste motivatiefactor van oké, dan kan ik €150 cash in het handje als bijdrage in de kosten van brandstof, afschrijving, auto en tol. Maar toen ik het eenmaal had gedaan, toen merkte ik van, dat is hartstikke leuk. En de keer daarna dat ik heb gewerkt was alsnog dat geld wel belangrijk, maar niet meer de hoofdmoot. Ik merk het ook met Airbnb en ik denk ook daarom ook als je wat hebt over die online reputatie en rating, dat het vooral heel erg bijdraagt om mensen een eerste keer over de drempel heen te trekken en een tweede keer dat het eigenlijk minder uitmaakt. Ik heb zelfs een aantal keer, bijvoorbeeld één keer in Helsinki heb ik een Airbnb geboekt die dan nul waarderingen had. Yeah. Waardoor wel gevoelsmatig even was van oké, maar ik loop een risico, want ja, misschien dat hij geen last minute afzegt. En als hij een keer duur gaat om last minute een hotel te boeken. Maar ik heb toen gemerkt van ja, uiteindelijk, als je bij zo'n onervaren Airbnb-host komt, heb je eigenlijk een veel authentiekere ervaring. Ja. Want diegene, dat is niet degene die is gewend van, goh, weet je wat, een sms'je, de sleutel ligt onder de bloempot stuur maar een appje wanneer je weer weg bent. Maar daar had ik echt de eerste avond uitnodigd om op een terrasje een fles wijn te komen drinken. De echte de local experience. Ja, ja, ja. Maar als je kijkt naar jezelf, waar komt jouw eigen passie voor dit onderwerp vandaan? Je gaf in het begin al aan heel erg, dat je heel erg het gevoel had dat we nu echt in een transitie zitten, vergelijkbaar met de industriële revolutie, waar gewoon een aantal elementen gewoon compleet op zijn kop gaan. Is dat hetgene wat jou het meest fascineert? Of? Ja, het is bijna een soort verantwoordelijkheidszin ook. Het is een stuk ook tegen wil en dank. Ja, ik was er gewoon mee bezig geraakt en geschrokken van wat ik aantrof. En ook zie ik dat heel veel mensen... Van? Ja, dat het zo groot zou zijn. Dat het zo omvattend zou zijn. Dat het niet zomaar een aantal nieuwe businessmodellen is. Of niet zomaar een aantal technologische snufjes of zo. Iets wat de organisatie in onze maatschappij volledig zal verdraaien. Mm-hmm. Tegelijkertijd zag ik dat er heel veel structurele redenen zijn waarom mensen die vandaag misschien al iets ouder zijn of al meer in het systeem zitten,
daar de consequenties niet meer van zien of niet meer van kunnen trekken, omdat ze al te vast zitten binnen die oude logica nog. En dus ja, ben ik eigenlijk een van, ja, misschien een van, ja, het is een soort verantwoordelijkheidszin bijna van, wow, dit komt eraan, er is heel veel aan het veranderen en iemand moet het ergens vertalen naar wat de impact zal zijn van die veranderingen op onze maatschappij. Want ik geloof ook wel dat als we het niet zelf in handen nemen, dat het voor ons in handen genomen zal worden. Ja, dat zo'n Facebook binnenkort gewoon zegt van, ja, I'm your leader now. En als jullie het niet oké vinden, ja, pech gehad. Want ik controleer al jullie toegang tot informatie. Of zo'n Google, ik controleer al jullie toegang tot informatie. Zonder mij zijn jullie niks. En ja, dat staat over op zo'n feit. Volgens mij zijn we al daar al behoorlijk ver in. Ja. Als Google zegt, jongens, stop ermee, dan gooi je onze service leeg. Ja. En zoek het maar uit. Dan, Dus we zijn er zijn nieuwe machtsverhoudingen aan het ontstaan. Die nieuwe machtsverhoudingen zorgen ervoor dat mensen die nu macht hebben, die in de toekomst of misschien zelfs nu reeds niet meer hebben. Of macht denken te hebben, denk ik meer. Ja. En dan omgekeerd dat er nieuwe niches zijn ook, waar eigenlijk de echte macht ligt, die op dit moment nog onontgonnen zijn. En ja, iemand moet dan, ja, macht gaat ook samen altijd met verantwoordelijkheid. Iemand moet dan maar die verantwoordelijkheid nemen. Ik merk ook dat er veel mensen zijn die ze gewoon niet nemen. Die dan maar zeggen van, ja, ik blijf bij de recepten die ik ken. Ja, ook economen. Heel veel economen blijven afwezig in het debat. Dan moeten ze wachten tot zo'n filosoof als ik zo gek is om het dan maar te doen. Maar die blijven uit dat debat weg, want die hebben er niks te winnen. Ja. Gewoon. En heel veel mensen hebben op dit moment nog niks te winnen met die overgang te maken. Terwijl denk ik, ja, als je kijkt naar het probleem van duurzaamheid en probleem ook de economische crisis waar we nu al toch, de stagnatie waar we bijna 10 jaar in zitten, is denk ik, ja, het is gewoon heel belangrijk denk ik dat we die nieuwe mogelijkheden gaan ontdekken. Want ik wil gewoon vooruit met de dingen. Ik wil niet bij de pakken blijven zitten en verantwoordelijkheid nemen. Ja. En dat geeft me wel een goed gevoel als ik zie dat er wel vorderingen worden gemaakt, dat er dingen verbeteren, dat er dingen efficiënter worden, maar ook duurzamer worden. En ik geloof ook dat het nog veel meer kan. Dat het nog veel meer kan zijn. Dus ik probeer mensen te inspireren om zelf te gaan nadenken van wat kan ik nou met die nieuwe mogelijkheden gaan doen. Want het gaat echt over het empoweren van individuen. Eerder dan, vroeger was het een kwestie, bijvoorbeeld ook innovatie was vroeger een kwestie van overheden of grote bedrijven, IBM of de Amerikaanse overheid die dan de atoombom bouwt ofzo. Maar innovatie vandaag zie je is heel, veel meer user-driven. Het komt van onderuit. Het komt vanuit mensen die nieuwe toepassingen vinden voor zoiets als een zo'n WhatsApp bijvoorbeeld. Ik hoorde onlangs bijvoorbeeld in Nederland dat er WhatsApp-groepen zijn ontstaan om buurtveiligheid te garanderen. Ja. Dat die heel erg succesvol blijken te zijn. Dat je heel duidelijk effect ziet op de criminaliteitsstatistieken in de gebieden. Dus dat is dus een vorm van user innovation. Je hebt wel iemand die dan die technologie maakt, die dan die WhatsApp maakt. Maar die had misschien nooit voorzien dat mensen het daarvoor zouden gebruiken. En heel veel van die digitale technologie die we vandaag hebben, die kan je op heel veel verschillende manieren gebruiken. En waarvoor weten we eigenlijk nog helemaal niet. Dus dat is een van de dingen die er me zo aan boeit of die het zo leuk maakt. Het is echt elke dag een avontuur. Elke dag hoor je, ook onder andere via jou, dan hoor ik dan nieuwe manieren om samen dingen te doen, om andere dingen anders te doen. Mm-hmm. En dat stemt me hoopvol, dat maakt me gelukkig. En dat is uiteindelijk waar het om gaat, denk ik. Gelukkig maak je toch? Ja. Ja. Mooi. Dankjewel. Wij varen nog een stukje door, we doen de camera zo even uit. Dankjewel voor het mooie gesprek. Ik zal even de linkjes naar jouw blog en naar jouw Facebookpagina even onderaan de video zetten. En dan ga je nog een stukje varen in Utrecht. Hopen dat het er even droog blijft. En mooi zo. Ja, dankjewel Martijn. Dankjewel.